Maar we beginnen met het CDA. Marcel Wintels uit Tilburg, de topman van de Fontys Hogescholen, wil lijsttrekker worden van het CDA. Hij stelt zich kandidaat, zo werd gisteravond bekend, na een vergadering van het partijbestuur in Utrecht. Voor het eerst kunnen de leden van het CDA kiezen wie hun partijleider wordt. We hebben Marcel Wintels aan de telefoon. Goedemorgen. Ja, het is een slangenkuil nu in Den Haag. Wat bezielt u nou om Fontys in te ruilen voor Den Haag? Of ik het ga inruilen moet nog blijken. Wat mij bezielt is een enorme grote betrokkenheid bij zaken van de samenleving en het CDA. Ja, maar nou hebt u nog nooit een politieke functie gehad. Dan is een lijsttrekkerschap wel een flinke ambitie, zou ik zeggen. Inderdaad nooit actief geweest in politieke functies. Wel al vele jaren, al een jaar of 20, nauw betrokken bij veel politieke inhoudelijke zaken. Dus vanuit inhoud betrokken. Heb altijd andere functies gehad, klopt. Nu heeft het CDA eigenlijk gezegd, we willen de kandidaatstelling helemaal opengooien. Juist ook mensen van buiten het Haagse circuit vragen mee kandidaat willen stellen. Dus vandaar. Ja, en waarom denkt u nou kans te maken? Of een kans maken blijkt straks. Ik denk dat wat je terughoort is dat veel mensen zeggen, de bekende namen uit het Haagse, zeker voor het CDA, die kleven toch erg aan de afgelopen jaren. Die zijn geen succes geweest voor het CDA. En mensen van buiten Den Haag zouden het CDA de komende jaren moeten helpen. Nou, aan die oproep wil ik tegemoetkomen. Ja, nou ja, niemand kent u eigenlijk. Hoe gaat u ervoor zorgen dat u zichzelf op de kaart zet bij de CDA's? Er komt in ieder geval de komende 3 weken een verkiezing van de verschillende kandidaten die er gaan komen. Nou, voldoende tijd, denk ik, om jezelf te laten zien. Ja, nou meneer Wintels, veel succes en bedankt voor uw toelichting zo vroeg. Prima, geen dank.